Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar... Yay! Het vaccin geloof ik. Jongens, het vaccin komt eraan. Volgend jaar. Goed, maar we gaan de video starten. 1, 2, 3. Daar zijn ze dan, de eerste vaccins. Politieagenten houden de boel goed in de gaten, zodat er niets mis kan gaan. Nee. Vanmorgen zijn de eerste vaccins in Nederland aangekomen. Hoe belangrijk is dat moment? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk dat we de vaccins gaan krijgen. En het is ook heel fijn dat de eerste nou geleverd zijn. Maar het echt belangrijke moment is natuurlijk 8 januari, want dan worden de eerste mensen gevaccineerd. De vaccins liggen nu nog bij een bedrijf dat veel ervaring heeft met het bewaren van medicijnen. En daar blijven ze nog een paar weken liggen. Voordat mensen ze krijgen, moet er namelijk nog van alles geregeld worden. Nou, er moeten eerst een paar grote locaties worden ingericht waar mensen dan naartoe kunnen gaan om het vaccin te krijgen. Sporthallen en zo. Ja, dat soort locaties. Oké, inderdaad. Zo'n locatie, ja, moet inderdaad. Jij weet het. Mevrouw van de NOS. En dan moeten de vaccins daar natuurlijk heen gebracht worden. Ze moeten daar opgeslagen worden. En er moet een goed computerprogramma worden opgezet, zodat we heel goed kunnen bepalen wie wat wanneer krijgt. En mensen moeten natuurlijk een uitnodiging krijgen, zodat ze weten waar ze heen moeten gaan. Het vaccin dat nu in Nederland is, dat van maker Pfizer, is lastig te bewaren. Het moet heel koud bij wel min 70. Daarom worden de prikken in een soort ijs vervoerd en bewaard in extra sterk. Ja, dat pak dan. Oké, het ziet er best gek uit, zo pak. Is vervoerd en bewaard in extra sterke vriezers. Dat kan dus niet zomaar overal. In verpleeghuizen bijvoorbeeld gaat het niet. De regering heeft daarom bedacht dat er 25 grote priklocaties komen waar ze de speciale apparaten neerzetten om de vaccins goed te houden. Oké, ik vind het goed. Zet ze maar goed op mijn locatie, hè? Goede locatie zoeken. Nu zijn al die vaccins weer een beetje anders. Er komt er nog eentje aan, Moderna. Is het allemaal net zo ingewikkeld met Moderna? Nee, die is gelukkig veel makkelijker, want die kan wel gewoon in de vriezer. Dus die kan wel naar de verpleeghuizen. En dat komt ook al volgende maand of over 2 maanden best wel snel. Dus dan kunnen de mensen in de verpleeghuizen worden gevaccineerd. Ook in andere Europese landen is het vaccin vandaag aangekomen. In sommige landen beginnen ze meteen met prikken. In Nederland start het in... Even serieus, maar waarom beginnen ze zonder landen vaccineren? Oh, dat gaat misschien wel omdat dat betere landen zijn die sneller kunnen. Ja, dat is waarschijnlijk. Enten pas op 8 januari. Waarom duurt het in Nederland zo lang? Nou, wat heel erg jammer is, is dat we maar in het begin heel weinig vaccins krijgen voor maar heel weinig mensen. Dus als we nu heel snel beginnen met vaccineren, dan gaat dat nog steeds niet helpen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Dat is echt, moet dat komen van de lockdown. Ja, dan heeft onze regering heeft gezegd... Ja, lockdown, dat hebben we dit jaar meegemaakt. Goh, wat was dat slecht, zeg. Ja, of we gaan het nu heel snel bij een paar mensen doen. Of we doen het net iets later, maar dan zorgen we dat alles helemaal goed geregeld is. Zodat we in één keer dan iedereen daarna wel kunnen vaccineren zonder dat er fouten worden gemaakt. Het eerst zijn mensen die in de zorg werken aan de beurt. Daarna ouderen die vaak het ziekst worden door het coronavirus. Of kinderen ook een inenting krijgen, is nog onduidelijk. Maar als het zo is, dan gebeurt dat pas veel later. Oh, dus ik veel later. Jongens, even serieus. Ik later? Ook alle andere kinderen. Goed, maar lockdown was voor ons niet fijn, maar goed. Dit was dus de reactievideo op deze video. Goed. Dank jullie voor het kijken naar deze video. En ik zeg nog één ding, dat is Adi Jos.